Leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag. En ik ben me ondertussen aan het opmaken. Een heel klein beetje in ieder geval. Want ik heb een klein beetje haast. Ik leg jullie even neer. Dat gaat even iets makkelijker. Maar ik ga zo namelijk met Ys, een vriendin van mij, even snel langs de Action. Want ze is net terug van vakantie. En we wilden gewoon even afspreken. Dus aangezien zij naar de Action wilde, ga ik gezellig met haar mee. Maar het is echt een beetje een last minute dingetje. Dus ze komt letterlijk in 3 minuten of zo. Ik ben echt snel onder de douche gesprongen. Even snel aangekleed. Ik heb geen tijd echt voor make-up. Dus dat gaan we dan ook maar niet doen. Het is ook echt 27 graden vandaag. Dus waarom ik dit ga doen in plaats van in de zon liggen. Geen idee. Maar het is gewoon leuk en gezellig. Dus dat gaan we doen. Even mijn basis make-up een beetje af. Een beetje blush, een beetje concealer. Eigenlijk wil ik heel graag mijn wenkbrauwen. Maar goed. Daar hebben we even geen tijd voor. En dan ga ik even met Ys naar de Action. Een beetje kijken. Een beetje rondneus in de Action. Dat is wel leuk. Ik ben terug thuis. Ik heb echt niks gefilmd vandaag. We hebben gewoon lekker rondgetwaald in de Action. Om voor Ys wat nieuwe spulletjes te kopen in haar nieuwe huis. Dus dat is wel leuk. Ik heb zelf even wat gehaald bij de Kruidvat ook. Als eerst bij de Action veters. Want als je mijn eerste vlog van vakantie niet hebt gezien, heb ik mijn veter af moeten knippen bij de douane. Omdat hij vast zat tussen de rolband. Als hij gecontroleerd wordt, zeg maar. En het was helemaal zwart. Dus ik moest hem eraf knippen. Ik heb ook nog Robijn Dry Wash Spray. Deze voor mijn kast. En ik heb even droogshampoo ingeslagen. Ook nog voor mijn moeder meegenomen. Want obsessed met deze droogshampoo. Deze is echt de beste die ik eigenlijk ooit heb geprobeerd. Dus die heb ik even ingeslagen. Ik zie er echt niet uit. Mijn haar ziet er ook niet uit. Ik moet het morgen even wassen. En even in mijn modelfeun en zo. Maar goed, ik ga vanavond achter mijn laptop zitten. Om nog te editen. Weet het allemaal niet. Heel interessant. Ja, morgen. Het is vandaag woensdag en ik ben onderweg en ik heb best wel haast. Ja, echt zo. Ja, ik ook. Ik heb een afspraak voor mijn wimpers en ik had hem eigenlijk om 11:30. Maar ik zag toen. Maar ik zag toen ik wakker werd dat ze had gevraagd of ik eerder kon. Dus ik moest ineens heel erg snel zijn. Oh. Ik moest ineens heel erg snel zijn. Maar ik heb in ieder geval een afspraak voor mijn wimpers. Het is in ieder geval echt heel erg nodig. Eigenlijk echt al, wat is het, 1,5 week nodig of zo. Dus ik ben blij dat het eindelijk gaat gebeuren. Alleen, ik moest even omrijden, want er was een weg afgesloten. Dus ik ben iets later. Ik ben klaar bij mijn afspraak en ze heeft mijn wimpers gedaan. En ik heb ook mijn wenkbrauwen laten waksen, zodat het weer helemaal strak was. Blij mee. En nu ga ik naar huis. Ik moet nog wat opnemen. Ik moet nog een paar dingen regelen. En het is heel warm. Dus ik weet even niet wat ik wil vandaag. Want ik had een paar dingen die ik wilde doen. Maar ik wil ook gewoon in de zon zitten. Dus even kijken. Ik ben inmiddels thuis. Ik ga ook weer weg. Ik ga even snel de stad in. Omdat mijn wenkbrauwpotlood is op. En ik gebruik nu een ander. Maar ik word helemaal gek van. Want ik krijg zo'n waas om je wenkbrauw heen. Dus ik moet even mijn halen. Vorige keer was hij er niet meer. Dus ik hoop dat hij er nu is. Maar het is zo warm. Aan de ene kant wil ik gewoon van de zon genieten. Aan de andere kant wil ik gewoon een aantal dingen af hebben voordat school en stage weer begint. Oh nee, mijn camera is leeg. Echt top timing dit. Oh, ik neem hem wel mee, maar ik zie boven, ik kan filmen dan. Ik zit in de stad en ik heb een koffie gehaald. Ik ben bij de Bershka geweest, maar er was echt niks interessants eigenlijk. Maar ik heb wel mijn wenkbrauwpotlood kunnen vinden, dus dat is sowieso iets wat geslaagd is. Dan ga ik nog even rondlopen en dan ga ik terug naar huis. Want meer heb ik niet nodig. Ik sta even in de Urban Outfitters en ik heb dit topje aan. En ik vind hem echt super leuk. Alleen hij heeft een paar dingen waar ik twijfel voor zit. Namelijk hier zit een beetje raar. Maar de top zelf vind ik echt super leuk. Alleen ze hebben ook heel verschillende kleuren. Dus ik weet niet. Ik twijfel überhaupt over de top omdat ik het wel leuk vind. Maar ik twijfel een beetje of het er raar uitziet. En dan twijfel ik ook nog over de kleur. Verder heb ik deze broek aan. Die vind ik niet leuk. Want hij zit heel erg raar. Maar ik vind deze wel leuk, maar toch twijfel ik of zo. Ik heb nu deze broek aan. Deze is ook zo'n wijde broek. En ik vind hem eigenlijk wel heel leuk. Alleen het is low-waisted. En dat heb ik eigenlijk nog niet eens in mijn kast. Broeken die low-waisted zijn. En ik weet niet, het is een beetje oud of mijn comfortzone. Ik vind het wel wat hebben of zo. Oh, nou ga ik twijfelen. Goedemorgen, het is vandaag donderdag en ik heb gisteren volgens mij laatst gefilmd in
de stad. Gisteravond ben ik heel de avond bezig geweest met het editen van de video. Die hopelijk vandaag online komt. Moet alleen nog even een thumbnail maken. Maar ik zit nu al sinds 10 uur hier zo. Aan tafel met allemaal laptops, iPads, weet ik het allemaal. Wachten. Het is nu al 12 uur, dus ik zit hier al 2 uur. Op de hoop dat ik kaartjes kan krijgen voor Coldplay. Ik denk dat mijn kans heel klein is. Ik was zeg maar eerst naar de Coldplay website gegaan en die stuurde me naar Ticketmaster. Maar de hele website van Coldplay liep vast, waardoor het echt super lang duurde voordat ik eindelijk op Ticketmaster zat. Maar ik wist dus niet dat de kaartverkoop op Ticketmaster zou zijn. Want je kan wel gewoon gelijk naar Ticketmaster en dan loopt het helemaal niet vast. Dus als ik dat had geweten, dan was ik waarschijnlijk al klaar geweest, maar goed. Nog steeds. Ze praten net over bij de nieuws. Ze zeggen dat het is historiek wat is gebeurd met het ticket. Ja, echt. Mensen kopen het in voor rond de 100, 150 en wordt verkocht voor 350 euro. Nou, dat zal ik niet doen. Nee, het is ook niet. Oh. Maar weet dat wel? Ik heb kaartjes verkocht, baby! Dat meen je niet? Ja! Dat meen je niet? Ja! Hoeveel? Nou, op dit moment 8 jaar. Alleen, ik moet je nog een verhaal uitleggen, maar ongeveer 6 en 2 nog los. Ja. Lekker! Is het heel goed? We hebben een omweg, maar het is wel gelukt. Ja. Het is inmiddels al 4:15 en je hebt het dus al kunnen zien, maar ik heb kaartjes. Ik heb dus kaartjes kunnen regelen voor Coldplay. Ik had eigenlijk de hoop echt opgegeven. Het stomme was, ik ben 3 keer of zo aan de beurt geweest. Aangezien ik dus zoveel laptops en zo had, ben ik 3 keer aan de beurt geweest. En 3 keer als ik dingen ging selecteren, dan zei die geen kaartjes meer beschikbaar of gewoon niks. Zelfs als ik 1 kaartje selecteerde, gewoon niet beschikbaar. Ik snapte het niet. Dus ik heb gezeten tot 3 uur of zo. Dus ik heb 5 uur gezeten. Echt bizar. Het duurt wel nog een jaar. Dat is dan weer jammer. Maar heel veel zin in en echt super blij mee. Hey, papasje, wil je naar buiten? Wil je naar buiten? Doe maar. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Het is nu op dit moment 12 uur. En ik was vanochtend best vroeg wakker, maar dat kwam omdat ik vanochtend een afspraak had. Dus die heb ik gehad. En nu ga ik wat opnemen. Ik heb namelijk ook pakketjes van Naked. Ik moet wel zeggen, er zitten dingen in die te vol zijn. Met verschillende maten, omdat ik het niet wist. Dus die, alleen ik ga die even nog niet aan jullie laten zien. Want ik ben van plan een video op te nemen. Die hopelijk dan volgende week online komt. Met, trouwens voor jullie is dat al geweest. Want ik loop een beetje achter op mijn weekvlog sinds de vakanties. Maar in ieder geval, ik wil een shopvlog opnemen van de maand augustus. Wat ik allemaal heb gekocht. En dat online zetten, dat leek me wel leuk. Ik wil namelijk proberen af en toe wat meer losse video's op te nemen. Dat heb ik eigenlijk altijd gedaan. Ik uploadde altijd een weekvlog en een losse video per week. Maar met school ging dat eigenlijk niet meer. En ik vind het toch wel leuk om te doen. Alleen ik heb vanaf volgende week fulltime stage en zo. Dus ik weet niet of het ook gaat lukken. Maar gewoon hier en daar af en toe een losse video lijkt me wel leuk. Dus dit van Naked komt ook daarin. Dus dat ga ik nu nog niet aan jullie laten zien. Dus als je dat wil zien, check de video. Nee, het is gewoon die dingen te laat. Het is inmiddels 10:15. En wij staan in de rij bij de Mac. Ik heb al gewerkt. Alleen ik heb geen avondeten op. En het is 10:15. En ik heb best wel honger. Dus we gaan naar de Mac. Ik ben echt moe. Ik heb vandaag voor het eerst opgestaan om 7:30. Ik denk dat ik daarom moe ben. Het wordt nog heel interessant met school straks. Maar goed. Ja, wordt leuk. En nu wachten op mijn eten. En dan, ja. Ik weet niet wat ik hier meer aan moet vertellen. Dan ga je rijden. Het is en dan koud. Pap. Het is koud. Oh, ik heb het zo koud. Oh, het stomme is, ik moest vanavond werken. Ik moet het hele weekend werken. En dan daarna begint de school en staan. Volgens mij heb ik het allemaal al verteld. Jongens, ik kan niet zo snel.
Oh. Hoi. Binnen alsjeblieft. Dankjewel. Zijn ze wel snel, man? Er staat niemand voor mijn neus. Hoi, dankjewel. Ik weet het alles in zit. Ja, goed. Ja hoor. Wacht even. Dankjewel. Nou, let's go home. Het is vandaag zondag en ik heb gisteren niet gefilmd. Want ik heb gisterochtend gewerkt en daarna was ik echt de hele dag moe. Dus niet interessant. Ik heb vanochtend ook gewerkt. En nu zit ik in 1 om 8 met Rowan. En we gaan nu eten. Sushi. En niet in mijn vol. Je doet toch geen voice over je? Ik moet gewoon de beelden laten zien. Sfeerbeelden. Ja, film het lamp. Oh, we filmen even het lamp. Ja, dit zijn de sfeerbeelden die we willen zien. Ja. We hebben sushi, wat is dit? Een dingetje. Moet het verhaal zitten. Ja, wat is het? Hier, proef het even. Proef even. Is het allemaal? Nee, proef even. Nee, ik weet niet wat het is. Het is eigenlijk voor de sier bedoeld, maar nee, het is voor de koffie. Maar we hebben sushi. Ik weet niet meer wat het is, maar het is lekker. Ja. Ik ben terug thuis inmiddels. En is het alweer zondagavond, dus eind van deze week. Dus ik ga deze week vlog afsluiten. Ik hoop in ieder geval dat jullie het leuk vonden. Als je het leuk vond, vergeet geen blauw duimpje omhoog te abonneren hieronder om meer van mij te zien. En dan zie ik jullie ook bij mijn volgende video weer. Doei doei!